Het programma bestaat precies 30 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Met een speciale jubileumuitzending, een nieuw decor in de straat en met een heuse persconferentie van Bert en Ernie. Zo zag Sesamstraat eruit 30 jaar geleden. Behoorlijk anders dus vergeleken met de straat van nu. En ook qua inhoud is het programma veranderd. Vroeger wilden we nog wel eens veel aandacht besteden aan waarom kinderen anders waren. Dus gehandicapte kinderen, kinderen uit andere landen, et cetera. Om daar heel veel aandacht aan te besteden. Dat doen we niet meer. We hebben het nu vooral over waarin kinderen hetzelfde zijn. En dat betekent iedereen is bang in het donker en heeft een monster onder zijn bed. En ook wel eens ruzie met zijn broer. In Nederland werd Sesamstraat voor het eerst uitgezonden in 1975. Maar het programma werd bedacht in Amerika in 1969. De makers van Sesamstraat wilden een programma maken dat kinderen kon helpen bij het leren lezen en rekenen. Rick, doe je mee? Ja, Pina, natuurlijk. Zeg maar, wat wil je gaan doen? Nou, ik vond het wel heel erg leuk, maar nu ben ik er een beetje te oud voor. Ik ging heel vaak kijken toen ik klein was, maar nu niet meer. Want ik zie het niet vaak op de televisie. Ik kijk niet echt, maar het is wel leuk. Ja, vind ik ook. Nou, ik vond het wel leuk. Ik keek er vrij veel naar. Uit onderzoek blijkt dat zeker 9 van de 10 Nederlanders als kind naar Sesamstraat heeft gekeken. Sesamstraat, laat je spullen maar staan. Heel veel kinderen vinden het juist leuk en de ouders vinden het goed als ze het zien. Omdat ze zeggen van, oh, dit heb ik geleerd en la la la. Omdat het een heel kindvriendelijk programma is. Het is educatief, hè? Heel veel kinderen kijken ernaar en ze leren er heel veel van. Ik vind het heel bijzonder, want het is nu zo dat er opa's zijn, dat er vaders en moeders zijn. En dat er kinderen zijn die allemaal naar Sesamstraat hebben gekeken. Nou, dat is toch geloof ik met nog geen enkel programma gebeurd. Speciaal voor het 30-jarig jubileum is de straat moderner gemaakt. Niet echt een verhuizing, want het blijft dezelfde straat, maar wel een nieuw decor. Als ik zachtjes in je kneep, in je buik en met je geef. En vandaag was er voor het eerst ook een echte Sesamstraat persconferentie. Bert en Ernie beantwoorden de vragen van de toegestroomde journalisten. Ook die van het Jeugdjournaal. En ook voor welke omroep is dat? Voor het Jeugdjournaal. Voor het Jeugdjournaal. Is dat voor alle gezinten? Precies. Ja. Waarom is Sesamstraat al zo lang zo'n bijzondere straat? Omdat er bijzondere mensen wonen. En omdat wij... We hebben veel plezier samen en zijn niet gemeen. Nou ja, dat bekende Bert en Ernie geruzie ging nog wel even door. Het nieuwe decor van Sesamstraat is aanstaande zaterdag voor het eerst te zien. Tijdens een extra lange jubileumuitzending.